voor de operatie is de MRI-scan. Op de dag van de operatie gaat de patiënt 's ochtends vroeg al naar de operatiekamer en is de Parkinson-verpleegkundige eigenlijk de hele tijd bij de patiënt totdat deze onder narcose gaat. De operatie bestaat grofweg uit twee delen. Een deel waarin de patiënt wakker is en een deel onder narcose. Op de operatiekamer wordt eerst een frame op het hoofd geschroefd. En vervolgens wordt er een korte MRI-scan gemaakt die geplakt wordt op de uitgebreide MRI van de dag daarvoor. En wordt precies gekeken waar de hersenkern ligt die we moeten opereren. Vervolgens worden er boorgaatjes in de schedel gemaakt en gaan er testelektrodes naar binnen. Die gaan in de buurt van het doelgebied kijken wat de activiteit is van de zenuwcellen. Hele specifieke vuurpatronen zien we daar. En als we die plek gevonden hebben, gaan we daar met teststroompjes kijken wat de effect is op de Parkinson-verschijnselen en of er bijwerkingen optreden. Op die manier bepalen we wat de beste plek is om de definitieve elektrode achter te laten. Dat is op de plek waar goed effect op de Parkinson-verschijnselen en geen of zo weinig mogelijk bijwerkingen. Dat doen we eerst aan de ene kant en vervolgens doen we dat hele stuk weer opnieuw aan de andere kant. Patiënten onder narcose gaat, wordt de elektrode verbonden met een verlengkabel. Deze verlengkabel wordt weer verbonden met een pacemaker of batterij of neurostimulator, zijn verschillende termen voor. Die wordt geïmplanteerd onder het sleutelbeen of in de buikholte. Die kabeltjes worden keurig onderhuids weggewerkt en de pacemaker zit ook onderhuids. 2 weken na de operatie beginnen we met het instellen van de DBS-elektrodes. We gaan hierbij heel geleidelijk de stroom op de elektrodes opvoeren en geleidelijk de medicijnen verlagen. Dit traject duurt 1 maand of 3 tot 6, een enkele keer zelfs wel 1 jaar, voordat we een goede balans hebben bereikt tussen stimulatie en hoeveelheid medicatie. En als het goed is, is er dan veel minder schommeling, een veel stabieler beeld van de Parkinson overdag. De DBS-behandeling is een levenslange behandeling. Dat betekent dat je jaarlijks in het DBS-centrum voor controle moet komen om te kijken of het DBS-systeem nog goed werkt en of de batterij nog goed functioneert. Dus kunt u dat ook thuis controleren met een klein afstandsbedieningje die een waarschuwing geeft als de batterij leeg raakt. We hebben 2 typen batterijen, de niet-oplaadbare en de oplaadbare batterijen. De niet-oplaadbare batterijen gaan gemiddeld zo'n 5 jaar mee, soms wat korter, soms wat langer, en moeten dan vervangen worden door de neurochirurg. Dat is een kleine ingreep. De oplaadbare batterijen gaan veel langer mee, wel 10 tot 20 jaar.